Ja, na wat vertraging is de Fiepbus toch in Winterswijk aangekomen. Ja, vorige keer was die kapot en dat kan natuurlijk gebeuren met een oude bus. En naast mij zit Nadine van Pinksteren en zij is van de Fiepbus. Ja. Nadine, ja. Leuk dat jullie er nu zijn. Ja, superleuk. Ik ben blij dat we het konden inhalen en dat het uiteindelijk nu allemaal toch nog goed wordt gemaakt met alle kinderen die hoge verwachtingen hadden natuurlijk. Ja, het loopt prima, want we zitten al maar aan het begin van de 2 uur, dus het gaat goed. Ja, misschien kijk ik soms even achterom of het niet te druk wordt, maar nee, de opkomst is heel goed. Dus. Oké, even hoe is het idee tot stand gekomen? Het idee is eigenlijk tot stand gekomen vanuit Fiep Amsterdam, het bedrijf wat de tekeningen beheert van Fiep Westendorp. Daar werk je, hè? Ja, daar werk ik. En die wilde iets maken waardoor het werk van Fiep eigenlijk heel Nederland kon bereiken. En een keer iets anders dan een musea of een theater, want daar hebben niet alle kinderen toch soort van, ja, die hebben daar niet altijd toegang tot. Dus daar hebben we een bus die door heel Nederland rijdt en die al op heel veel plekken is geweest. En eigenlijk zo ieder kind kan bereiken. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk en goed. En de reden is natuurlijk, of de aanleiding, de 100-jarige geboortedag van Fiep Westendorp. Ja, inderdaad. Ja, in december zou ze 100 jaar zijn geworden. En dat was eigenlijk reden voor eigenlijk een jaar lang een Fiepfeest. Dus we zijn in juni 2016 begonnen en we rijden nog tot december 2017. En dat is bijna dagelijks? Bijna dagelijks inderdaad. We hebben nu hele drukke maanden. En volgend jaar hebben we ook al heel goed veel boekingen. Dus bijna dagelijks. Bijvoorbeeld december, januari is net even iets minder druk. Maar dat zijn de feestdagen natuurlijk. Maar we rijden heel erg veel. Is dat voor de gemeente een prijs aan gebonden? We kunnen het niet gratis doen natuurlijk. Maar het is een hele toegankelijke prijs. Waardoor dus eigenlijk alle kinderen er in aanmerking kunnen komen. Hoe komen jullie aan die bus? Die bus? Nou, die komt uiteindelijk uit Engeland. En we werken samen met een bedrijf wat die bus eigenlijk heeft gekocht. En wij hebben hem dan verbouwd. En zo hebben we dus de bus in combinatie met iemand anders die verstand heeft van de techniek en dergelijke. Zodat wanneer die bijvoorbeeld stuk gaat, zoals de vorige keer, dat wij niet dat hoeven op te lossen. Wat kunnen de kinderen hier allemaal verwachten? Beneden in de bus is een doolhof. Daar kunnen ze een puzzeltje maken. Er zit een verhaaltje van Floddertje in wat ze op volgorde moeten leggen. Je kunt op de foto met Jip en Janneke. Aan de achterkant is een grote whiteboard waar ze kunnen tekenen. Dan kunnen ze natuurlijk naar boven. Dat is meestal heel speciaal omdat kinderen niet zo vaak boven de bus komen. En daar zijn allemaal tafeltjes met spelletjes zoals zoek de verschillen, een dolfje. En er hangen iPads met allemaal interactieve apps. En natuurlijk onze eigen apps met Jip en Janneke en Pim en Pom. En buiten hebben we deze tafels en dan kunnen kinderen kleuren zoals je daar ziet. En hebben we dus de grote kleurplaat en natuurlijk de bus is super, sowieso heel erg leuk om naar te kijken. Wat is de volgende stop? Oh, nou dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want we staan zaterdag nog heel even in Rotterdam. En maandag rijden we voor 11 dagen naar Antwerpen. Dus we gaan er internationaal, ja, nou het is België, maar het is wel internationaal. En staan we 11 dagen op de grootste boekenbeurs van Europa. In Antwerpen? Ja. Dus heel erg. Antwerpse en Belgische kindjes kennen ook Jip en Janneke, et cetera. Ja, inderdaad. Maar ik denk wel dat het meest bekend is in Nederland. Dus vandaar dat ik het ook heel erg leuk vind dat we daarheen gaan. Zodat we daar ook weer eventjes in de picture komen.